Ja, een rappende docent in Amsterdam-West. Jij moet de meest populaire docent van het Lumion zijn. Dat weet ik niet, maar ik doe mijn best om de lesstof voor mijn leerlingen in elk geval wat leuker aan te bieden. En tegenwoordig ook op Instagram voor misschien leerlingen van andere scholen. Dus ik doe mijn best, ja. Maar wat gebeurt er op het moment dat je gaat rappen in de klas? Ja, ik denk voornamelijk een shock-effect. Want wat je zegt, het standaard beeld van de docent is misschien niet die van een rapper. Of een part-time rapper, hoe je het noemen wil. Dus ik denk dat ze wel verrast waren met het feit dat ik het ten eerste deed, maar misschien ook wel enigszins kon. En die reactie zie je ook terug in het filmpje komen op me afrennen, allemaal juichen. Ja, superleuk, omdat natuurlijk, dat is precies wat je wil, los van het rappen, een leuke band met de klasse, als je dat op die manier kan versterken, is voor mij alleen maar mooi meegenomen. Maar gebruikten ze het ook echt om te leren? Ja, ik heb letterlijk, dus ik heb een paar zinnetjes over welvaart en welzijn in die rap. En er was een toetsvraag, wat is welvaart en wat is welzijn? En zij hebben letterlijk, sommige leerlingen hebben letterlijk mijn rapteksten geciteerd in de toets. Oh echt? Dus die moest ik uiteraard goed rekenen, want ik heb het ze uitgelegd. Dus ja, dat was wel leuk om te zien. En verder is het natuurlijk lastig om te zeggen of de cijfers echt hoger worden. Maar ik denk wel dat ik ze op een manier kan enthousiasmeren om toch... Want doe jij je raps altijd live of zeg je op een gegeven moment, moet je luisteren, die lesstof, het gaat over het klimaat, dat kun je vinden op mijn Instagram of op mijn YouTube kanaal. Ja, goeie, want eigenlijk zou je dat zakelijk gezien wel moeten doen, want dan krijg je meer mensen op je YouTube kanaal, maar eigenlijk doe ik het gewoon altijd in de klas, want ik denk zelf van daar is het bij ontstaan. Het is ontstaan om mijn leerlingen te inspireren en de lesstof te brengen. Kijk, dat er nu meer mensen meekijken is voor mij super tof, maar ik doe het eigenlijk nog steeds vooral voor mijn klasse. Maar wat ik wel van plan ben, ik heb nu 4 MAVO eindexamen, is eigenlijk om van elk hoofdstuk van het eindexamen, dat zijn er 3, echt een uitgebreide soort van begrippenrap te maken, die ze hopelijk ook echt kunnen gebruiken voor het eindexamen. En die zal ik dan misschien op een greenscreen opnemen, niet in de klas, maar uiteraard wel delen in de klas. Dus die combinatie zal altijd blijven. Maar je probeert het wel wat professioneler aan te pakken nu, en dat verwachten mijn volgers ook. Dus ik vind het alleen maar leuk om op die manier creatief bezig te zijn. Ik bedoel, waarom ben ik begonnen met vloggen en rappen? Omdat die sommige schooltv-filmpjes, ja, die vond ik zelf ook gewoon saai, in alle eerlijkheid. Dus het is wel uit een soort van, vanuit mij ook, het is niet zomaar ergens vandaan gekomen. Ik was op een gegeven moment op vakantie in Marokko met mijn vader. Ik stond in die kloof die ontstaan is door natuurlijke processen. En toen dacht ik, normaal ga ik terug naar de klas. Laat ik misschien een foto zien en ik vertel er iets over. En ik laat weer een schooltv-filmpje zien. Of ik kan nu zelf met wind en mijn zonnebril op een filmpje maken. Nou ja, ik heb het tweede gedaan. En dat heeft mij aan het denken gezet van, voor mijn leerlingen kan ik het interessanter aanbieden. Dus het komt wel ergens vandaan, zeg maar. Ja, maar je zegt heel duidelijk, het is en-en. Tuurlijk. En dat is ook, leerlingen verwachten ook, het is niet dat zij wil dat ik elke les ga rappen. Weet je, soms, en dat vind ik heel leuk om te horen, is het ook meestal leuk al die rapjes, maar heeft onze toetsen nog niet nagekeken, dus even aan het werk. En dat vind ik alleen maar mooi, want ik bedoel, uiteindelijk ben je een meester en deel je ook af en toe de onvoldoendes uit en ben je de boeman. Dat is ook het mooie aan mijn beroep. Dus voor mij is het inderdaad en-en. Oké. Ja, Hidde, waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan voor al deze raps en vlogs? Ja, leuke vraag. Ik haal eigenlijk het grootste deel van mijn inspiratie gewoon uit de dagelijkse praktijken die ik als docent meemaak. De leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Dus ik rap, zoals je misschien in het fragmentje van net kon horen, gewoon veel woordgrapjes die met aardrijkskunde te maken hebben. Ik doe heel veel shout-outs, oftewel een soort van respect, eerbetoon aan mijn leerlingen. Want uiteindelijk zijn dat zeg maar de helden en niet ik. Tenminste, zo verwoord ik dat in mijn liedjes. Maar ook bijvoorbeeld een onderwerp als pesten. Er was een tijdje geleden de week tegen pesten. Dan heb ik daar een klein rapje over gemaakt. Nou ja, daar wil ik misschien nog wel een keer een heel nummer over maken, want ook dat is de realiteit van de middelbare school. Dus ik probeer wel al die aspecten te gebruiken. En ja, inspiratie is verder gewoon ik die hip-hop fan ben en dat veel geluisterd heb en eigenlijk mijn eigen draai probeer te geven eraan. Dus in plaats van over geld en dure auto's rappen, rap ik over atlassen en mijn fiets, zeg maar. Dus probeer ik met een knipoog toch daaraan te raken. Ja. Ja. Want ik heb ook vlogjes van jou gezien dat je gewoon op je fiets aan het vertellen bent over gebiedsverbetering. Ja. Maakt het de stof toegankelijker op die manier door zo'n vlog? Ja, ik denk het wel, want sowieso zie je zeg maar mij gewoon in de omgeving waar het over gaat, inderdaad bewoners en gebiedskenmerken. Dus wijken in Amsterdam verschillen nogal van elkaar, Oud-Zuid tegenover Nieuw-West. Nou ja, er zijn best wel wat verschillen in hoe de woningen eruit zien, wat voor bewoners wonen daar. En door daar denk ik een beetje onhandig, misschien wel bewust, maar doorheen te fietsen, bijna van je fiets te vallen terwijl je dat vertelt, dat heeft denk ik een stukje entertainment. Maar ook daadwerkelijk lesstof die je op dat moment uitlegt en zij zien dat gebouw op de achtergrond. Was dan bij de nieuwe nu school in gebruik. Die wordt nog gebouwd. Dus wijken veranderen ook. Soms wordt een medisch centrum Slotervaart
wat zal het worden, woningen, iets anders. Dus wijken veranderen ook steeds. En door daar doorheen te fietsen en dat te vertellen, maakt dat denk ik wel meer behapbaar voor de leerling dan als je voor een schoolbord staat, zeker. Ja, is nu heel gezellig bij jou in de klas elke keer? Of kan je ook nog wel een beetje streng zijn? Ja, we zouden het aan mijn leerlingen moeten vragen. En dat doe ik ook wel eens. Want uiteindelijk is mijn beste en eerlijkste publiek zijn mijn eigen klassen. Dus ik vraag ook doorgaans in het jaar aan ze wat ze van mijn lessen vinden. En ik word gelukkig nog wel ook als strenge docent getypeerd. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om die leerlingen structuur te bieden. Hoe noem ik het zelf? Streng, maar wel redelijk. Dus ze weten wat ze wel niet mogen. Maar als ze het goed doen, staat er ook een beloning tegenover. En het op deze manier invullen van de lesstof is ook gewoon omdat ik het zelf leuk vind om te doen. Dus ik denk niet dat je daarmee per se je autoriteit onderuit schuift. Kijk, als ik elke les alleen maar sta te rappen op de tafels, dan is het een ander verhaal, maar dat is gelukkig niet zo. Dus ik hoop dat zij mij nog steeds ook op een goede manier als streng zien. Want uiteindelijk moet je dat als docent ook zijn. Want je hebt zelfs in de podcast van minister Slob gezeten. Ja. Heeft hij jou nog om tips gevraagd? Ja, het was eigenlijk het was een kort, maar een heel leuk gesprek. Waarin we ook best wel wat zelfde gedachten hadden over het onderwijs. Dus hij vroeg mij wel van, ja, wat denk jij dan wat we kunnen veranderen? En een van de dingen waarvan ik denk dat ze kunnen veranderen is lerarenopleidingen laagdrempeliger maken, efficiënter. Kijken naar mogelijkheden om misschien niet iedereen 4 jaar die opleiding te laten doen. Ik denk bij het docentschap zet mensen gewoon voor de klas. Je ziet vanzelf of het iets voor je is of niet. En dan is het instapmodel misschien wat laagdrempeliger voor mensen. Plus wat ik nu doe, geef mensen die dat willen de kans om parttime docent te zijn en er dingen naast te doen. Niet iedereen fulltime docenten ook perfect. Laat die vooral in hun kracht. Maar mijn week houdt het nu flexibel afwisselend, waardoor ik misschien met nog meer enthousiasme voor mijn klassen sta. Dus dat zijn twee dingen waarvan ik denk en meneer Slob ook wel dacht van, ja, misschien kunnen we daar wel iets mee. Waarom is het zo'n mooie werk om voor de klas te staan? Kun je dat uitleggen? Nou ja, om een klein voorbeeldje te geven. Ik loop hier net naartoe en ik kom 2 leerlingen tegen. Want mijn school zit hier letterlijk naast. En die stappen, ze fietsen ten eerste niet door. Ze stoppen even, groeten je even netjes. Altijd nog steeds meneer of meester en u. Wat ik ook heel grappig vind buiten school, maar goed. En dan vragen ze even wat je gaat doen. Dan ga je naar de radio. Eerst gaan ze natuurlijk lachen van, oh, meester is bekende Nederlander geworden. Maar uiteindelijk vinden ze het wel interessant en denken ze erover mee. Dus wat maakt het onderwijs voor mij zo mooi? Dat zijn gewoon die kleine gesprekjes met leerlingen over luchtige dingen, sport, grapjes maken, maar ook de zwaardere dingen. Sommige leerlingen hebben een moeilijke thuissituatie. Nou ja, als ik een klein steentje kan bijdragen om met hun daarover te spreken, prima. Dus in andere woorden, aardrijkskunde, prachtig vak. Maar ik vind vooral de gesprekken die je met deze soort van toch groep pubers die het niet altijd even makkelijk heeft of het zichzelf niet makkelijk maakt, om die gesprekken te hebben, dat maakt het voor mij heel mooi. Dus een definitieve overstap naar de muziekbranche zit er niet in? Nee, zeker niet. Vraag krijg ik vaker. Ik vind het superleuk om met muziek bezig te zijn. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Maar laten we het houden op een soort van, als een combinatie mogelijk is, dan zou het voor mij helemaal top zijn. Oké.